Hij is leuk. Leuk dat jullie er zijn. Hi. Hallo, ik ben Hugo. Perfect. Nou, ik ben nieuwsgierig, jongens. Vertel. Bent u wel zenuwachtig voor de verkiezingen? Nou, het is een tijd waarin je wel gespannen bent. Zenuwachtig weet ik niet, maar daar hangt natuurlijk verschrikkelijk veel van af. En zeker als je mee moet doen in debatten in het land, dan is dat altijd wel een beetje hoe gaat het zich ontwikkelen. Maar om gewoon de straat op te gaan en met mensen te praten, ben ik helemaal niet zenuwachtig. Dat vind ik juist geweldig leuk en aardig. Dus het is spannend. Was u goed op school? Ja, dat hangt er vanaf waarin. Ik was heel goed in taal, dat vond ik heel leuk. Ook buitenlandse talen vond ik heel leuk om te doen. In gymnastiek was ik niet zo goed. Wat moeten wij weten volgens u over de 50-plus partij? Nou, ik denk dat jullie een beetje schrikken als je de naam hoort. Dat je denkt 50-plus, dat is niet onze partij. Dat is misschien een partij voor onze opa en oma. Maar het hele leuke is, ik weet niet of je wel eens de kieswijzer hebt ingevuld. Dan kun je antwoord geven op allerlei vragen. En het leuke is dat heel veel jongeren komen toch op 50-plus uit. En dat is eigenlijk wel logisch, want denk eens aan je eigen opa en oma. Denk eens aan je eigen vader en moeder. Die hebben toch eigenlijk het allerbeste voor met jullie. Dus een partij 50-plus bestaat eigenlijk uit vaders en moeders, opa's en oma's. En dan hoef je nooit bang te zijn dat die ook maar iets willen wat slecht is voor kinderen en kleinkinderen. En wie vindt u belangrijker, kinderen of 50-plussers? Nee, er is geen verschil. Je moet, als je naar de maatschappij kijkt, moet je iedereen belangrijk vinden. Als er een huis in brand staat, wie zou u dan redden, een kind of een 50-plusser? Nou, ik denk als er een huis in brand staat, dan probeer je naar binnen te redden. En de eerste die je tegenkomt, die haal je zo snel mogelijk naar buiten. Want elk leven telt. Ik denk dat je niet moet denken wie is op dat moment. Daar denk je niet eens aan. Wat vindt u van de vervelende dingen die over u worden gezegd en geschreven? Ja, dat is nooit leuk. Er zijn, als je de politiek ingaat, dan krijg je ook altijd vijanden. Dat is ongelooflijk, maar dat is echt waar. Er zijn mensen die niet eens meer luisteren naar wat je te vertellen hebt, maar die denken, ik ben van een andere partij, dus ik ben tegen die persoon. En dan worden er gekke verhalen over je verteld. Maar het leuke is, daar heb je in Nederland een rechter voor. En die moet oordelen of verhalen waar zijn. En tot nu toe hebben de mensen die een hekel aan me hebben, me twee keer voor de rechter gedaagd. En tot twee keer toe heeft de rechter gezegd, niks aan de hand, Henk Krol, prima in orde. Waarom zijn er dan zoveel meer mensen tegen u en waarom gaat het dan minder goed met uw partij dan met andere partijen? Nou, het heeft ook wel te maken met het feit dat hier in Den Haag natuurlijk een aantal partijen zijn die al jarenlang de macht onderling verdelen. En dan komt er ineens een nieuwe partij bij. En dat zie je bij heel veel nieuwe partijen. Dat vinden die oude partijen die hier al jaren zitten niet erg leuk. En die proberen je dan de tent uit te knokken. Maar als je echt staat voor datgene wat je vindt, dan ga je gewoon door. Waar mogen kinderen onder de 18 eigenlijk niet stemmen? Ja, dat vind ik ook heel erg gek. Weet je, toen ik jullie leeftijd had, moest ik niet eens wachten tot ik 18 werd. Ik mocht pas op mijn 21ste stemmen. Maar ik vind het heel belangrijk dat jullie scholen toch stemmingen organiseren. En dat wij ouderen kijken wat jullie willen. En dat we er wel rekening mee houden. Het mag nog niet van de kieswet, maar ik vind het wel belangrijk. En ik vind het ook heel belangrijk dat jongeren zich in politiek interesseren. Dus het werk wat jullie doen en ervoor zorgen dat dat bij zoveel mogelijk van jullie leeftijdsgenoten bekend wordt, daar ben ik hartstikke groot voorstander van. Wilt u nog een Snapchat-selfie maken? Ik hoorde dat jullie dat van plan waren. Ik ken wel een selfie, maar wat is een Snapchat? Dat is met een filter. Daar kan je bijvoorbeeld als hond. Dan ben je een soort van hond of zo. Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig, want ik wil alles leren. Je moet uw mond open doen, dan komt er een tong uit. Kunt u een beetje omlaag? Kunt u uw hoofd recht houden? 3, 2, 1. Ja, leuk. Hij is leuk. Dank ik je hartelijk. Leuk dat jullie gekomen zijn.